De zorgvraag is aan veel veranderingen onderhevig. Zorginstellingen moeten hier dan ook goed op inspelen. Maar dit op de juiste manier aanpakken blijkt een uitdaging. Op dit moment is de zorg ongelooflijk in beweging. Denk aan bijvoorbeeld fusies van ziekenhuizen, maar ook de hoeveelheid apps die er nu bij zijn gekomen, de hoeveelheid apparaten in de zorg, mobiele telefoons, horloges. Je kunt het zo gek niet bedenken, dus de hoeveelheid data daardoor is ongelooflijk vergroot. En daarom is het extra belangrijk dat je ook inzicht kunt creëren in deze data. Om dit goed aan te pakken is het extreem belangrijk dat je al deze data vangt in een data warehouse. Dus je moet voorstellen, er zijn zoveel verschillende applicaties. Als je die data goed vangt in één bedrijfsmodel, dan kun je daarna er ook veel betere inzicht in creëren. Dus denk bijvoorbeeld aan value-based healthcare. Daarvoor is het extreem belangrijk dat je de data in één model hebt zitten. Nou, de zorgkosten die zijn op dit moment alleen maar toe aan het nemen. En daarom is value-based healthcare of waardegedreven zorg extreem belangrijk. Want daarmee kunnen we kosten en uitkomsten met elkaar vergelijken. In de zogenaamde value equation, namelijk kosten gedeelde uitkomsten is waarde. Een voorbeeld van value-based healthcare in de praktijk is bijvoorbeeld de poli waar de patiënt komt. Op dit moment gaat de patiënt naar de poli toe en heeft het met de arts over een momentopname. Je vraagt aan de patiënt, hoe voelt u zich? Nou, ik voel me goed. In plaats van dat je gaat terugkijken met behulp van de data die verzameld is van de patiënt. En die kun je natuurlijk prachtig weergeven in een dashboard. Om dit soort projecten tot een succesvol einde te laten verlopen, is het belangrijk dat je een multidisciplinaire aanpak hebt. Dus kijk niet alleen van kwaliteit of alleen vanuit de artsenkant of alleen vanuit de patiëntenkant, maar voeg dat juist samen in één team om een succesvol dashboard neer te zetten. Als je dit goed doet, kan het leiden tot 90% reductie in de kosten. Daar hebben we voorbeelden van in Amerika en daarnaast zelfs ook nog een toegenomen waarde voor de patiënt.